De Nederlandse uitgave van het tijdschrift Harper's Bazaar heeft Halina Reijn, 44, uitgeroepen tot Woman of the Year 2019. Volgens de jury komt deze prijs haar toe vanwege haar vele prestaties in de nationale en internationale film- en theaterwereld. Deze woord is vooral een ode aan alle vrouwen die proberen hun dromen te verwezenlijken. Reijns carrière kent talloze hoogtepunten, waaronder haar rollen in het thema van de fakes, Nora, Hedda Valdem, Ralph Sieg Electra, Maria Stuwaart en Lavericks Hermione. Grote prijzen als een Columbine, een Gouden Kalf, de Koelboeisparel, de Theodor, de Theoman Bouwmeestering, de Kroon in haar werk, luidde het oordeel van de jury over de winnares. De actrice maakte dit jaar haar debuut als regisseur met de film Instinct. Halina liet via Instagram weten zeer verlegen te zijn met haar prijs. De actrice kreeg het woord uitgereikt door Tweede Kamervoorzitter Khania Arik. Het is een hele eer om de Woman of the Year Award 2019 in ontvangst te nemen. Regisseren is een droom die uitkomt. Ik vond het vanaf de eerste draaidag magisch. Het voelt als thuiskomen, maar ook wel spannend. Deze woord is vooral een ode aan alle vrouwen die proberen hun dromen te verwezenlijken. Andere winnaressen waren Yvonne de Jong, oeuvrewoord, modeontwerpster Iris van Herpen, internationale woord, dichter Radna Fabias, opkomend talentenwoord, Yannick Niesen, businesswoord, en Adelheid Rozen, publieksprijs.